Wat maakt wedstrijden tegen Raymond nou zo bijzonder voor jou? Ja, het blijft gewoon bij. We zijn natuurlijk kunnen we 1-2 van Nederland. En je wil natuurlijk niet van elkaar verliezen. Maar buiten dat is het gewoon natuurlijk een hele belangrijke 2 punten die ik vanavond gewoon nodig heb. En ik heb de afgelopen 2 keer gelijk gespeeld. Dus ja, ik ben honger. Ik heb honger naar die 2 punten. Ik heb er zin in. Ik voel me goed nou weer. En ja, we gaan het zien straks. Raymond, maakt Michael iets extra's in jou los? Ja, denk ik wel, tuurlijk. Kijk, als je tegen Michael of Phil moet spelen of Gary Anderson, dan heb je al een iets andere voorbereiding in je hoofd dan als je er met name een Peter Wright speelt of Robert Thornton of welke speler dan ook. Je weet dat je aan de bak moet. Dat weet je natuurlijk eigenlijk iedere week wel. Maar je weet dat je tegen hun eigenlijk die paar kansjes die je krijgt, ja, die moet je gewoon pakken. Klaar. Je hebt sinds het verloren WK-duel met Raymond heb je nog een paar keer tegen hem gespeeld. Volgens mij heb je toen van hem gewonnen. Maar het grote publiek weet alleen nog die WK-wedstrijd. En zegt wel eens tegen mij, is Michael op een of andere manier bang of geïmponeerd of onder de indruk of heeft hij te veel respect voor Raymond? Wat is er op je antwoord? Ja, dat vind ik heel makkelijk denken. Weet je, ik heb denk ik alles bij elkaar in heel mijn leven iets van 16 keer van hem verloren en 24 keer gewonnen. En ik denk dat er gewoon hele goede cijfers zijn tegen Raymond. Over het algemeen win ik van hem op tv. Dat ik toevallig daar een keer heb verloren op het WK. Ja, dat kan gebeuren. Ik til me eigenlijk niet zo zwaar aan. Er zijn meer andere mensen die er eigen zwaarder aan tillen als ik. En ik moet gewoon zorgen dat ik er vanavond sta. En ik heb laten zien in Vereen ook al dat ik in deze wedstrijd ook vaak sta. En dat zal ik ook vanavond moeten doen. Het is gewoon weer een nieuwe wedstrijd. Hij gaat naar alle waarschijnlijkheid heel gemakkelijk naar de laatste 4. En ik wil daar ook heen. Ahoy is in ieder geval 7 Rotterdam. Dus daar wil hij graag bij zijn. Raymond die houdt in ieder geval voor Nederlands TV om te verliezen. Dat weet ik. Maar ja, voor mij is het gewoon een andere wedstrijd. Weet je, het is een groot speler. Maar ik vind een clash tussen mij en Taylor of tussen mij en Gary Anderson. Die vind ik een grotere clash tussen mij en Raymond. Michael zei het tegen mij. Vraag is aan hem of hij bang is voor me. Bij deze? Nee, natuurlijk niet. Waarvoor zou ik bang zijn, toch? Nee, goed. Je hebt altijd een dosis gespannenheid natuurlijk. Nee, ik ben zeker niet bang voor Michael van Gerwen. Ook niet voor Phil Taylor. Al lijkt dat er misschien soms wel eens op. Mensen zeggen wel eens op straat, ben je bang voor hem? Nou, er valt helemaal niet bang voor te zijn, want ik heb 3 pijlen en hij heeft er 3. Ze zijn gewoon extreem goed. Winnen? Ja, ik wil niet zeggen dat het noodzakelijk is. Maar zo zul je het wel voelen, denk ik, hè, na 2 gelijke spelen. Ja, voor mezelf zeker. Het is natuurlijk uiteindelijk het doel is om de eerste 4 te beëindigen. Dat zal ik ook wel gaan doen. Maar het is natuurlijk altijd mooi als je eerste wordt, net als de afgelopen 3 jaar. Ja, daar staat ook nog eens een keer een premie op van £25.000. Dus die zou jij wel willen hebben, denk ik. Natuurlijk ja, wil ik die hebben. Zeker te weten. Ik heb geen hekel aan geld. En geld stinkt niet.